Wat als jij moest kiezen tussen doof of blind? Wat zou jij dan kiezen? Hoe lang heb je dit syndroom al? Je wordt ermee geboren. Het is een erfelijke ziekte. Bij RTL Late Night. Oh, ja. Zat Joyce. En die vertelde haar verhalen over Usher. Toen zijn wij gaan googlen en dachten, nachtblind, slechthorend, eigenlijk alles klopte. En nou, dat hebben we nog eventjes voor onszelf, zijn we dat aan het verwerken gegaan in die week. En toen kregen we een appje van haar juffrouw, die kennen we vrij goed. En die zei, nou, ik durf het eigenlijk gewoon niet te vragen of te zeggen, maar hebben jullie echt heel Late Night gezien? Dat was zo'n vraag en die hebben we meteen gebeld. En die zat eigenlijk zelf in tranen en zei, nou, dit is gewoon Nicky. Mijn broer en ik hebben Usher-syndroom type 2A. Er zijn heel veel varianten van Usher. Onze variant is dat wij dus zeer slechthorend geboren zijn. En vanaf puberleeftijd nachtblind geworden zijn. En op dit moment kijk ik voor een koker van 10, 20 graden heb ik laatst horen gekregen. En de verwachting is dat over een aantal jaar, 5 jaar, 10 jaar, dat weten we niet precies. Ja, die koker zo klein is als een rietje. Dat het uiteindelijk echt helemaal niets meer zien.